Oh yes, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2017. De Train Simulator Week, de tweede aflevering van de week. En vandaag gaan we een scenario spelen van de one and only Edwin Aartsen. Ik ben heel erg benieuwd hoe vet jullie hem gaan vinden. Jullie bepalen door middel van een duimpje omhoog, dus laten we snel beginnen na de intro. Meester Uge staat gereed voor het vertrek als trein 8430 naar Almelo. Er zijn verder geen bijzonderheden. Uw vertrektijd is 9:17. U zult nog even moeten wachten, want het blok is nog niet vrij. Want u kruist nog met een 99235 de olietrein naar Schonebeek. Succes! Hartstikke idee! We gaan de passagiers gelijk in en uit laten stappen. En het scenario van de one and only Edwin Aartsen. Dan zie ik iedereen alweer wakker schudden van, oh, dat gaat een gave aflevering worden. Nou, ik denk het ook. Ik heb hem nog niet gespeeld, het scenario. Dus het is voor mij een verrassing. En in deze trein, de DH1 of 2, volgens mij dat dit is, hebben we ook al gigantisch lang niet meer ingereden. Dus dat is ook weer heel erg leuk. Even kijken hoor. Hoe werkt die ATB ook alweer hier zo? Je moet twee keer op een knop rammen, dacht ik. Even kijken. ATB? Ik dacht dat hij een ATB had, dit ding, maar... Hé, hoe werkte de ATB ook weer hierin? Hallo? Volgens mij heeft die trein niet eens een ATB, deze. Maar goed, in ieder geval, hoppakee. Hij heeft ook geen koersborden, dus... Nou ja, ik ga het nog wel even uitvogelen. Wij gaan in ieder geval de treincabine in klimmen. En even kijken, hebben we niet ergens een lamp of zo dat het dashboard aankomt? Ventilatoren, sluitzijnen, meter. Even kijken, zo. Ja, ik hou graag dat het er een beetje licht in de duisternis is. Die. Sluiten, openen. Ja. Ruitensproeier, interval. Kijk. Die gaan we ietsjes minder snel zetten. Sluiten, huh? Nou goed, we gaan eens even kijken. Volgens mij hebben wij niet een ATB in deze versie van de trein zitten. Doe de man. Ik weet alleen wel, ik ben wel benieuwd dat die nul is. Maar we gaan het zien, jongens. We gaan het zien. In ieder geval, ik ben heel benieuwd. Kijk, daar komt de olietrein binnengereden. En ja, ik ben in ieder geval super benieuwd wat het scenario ons gaat brengen. Het is een scenario wat zich afspeelt in de jaren 80, heeft Edwin Aartsen mij verteld. Dus we gaan het allemaal zien. En de tweede aflevering van de Train Simulator Week. Ik had gezien dat jullie hem gisteren super gaaf vonden. En vandaag kunnen jullie natuurlijk weer gewoon stemmen door middel van een duimpje omhoog. Degene met de meeste likes, die gaat winnen. Dus vind je dit een te gek scenario, dan kan jij daaronder op de video op het duimpje omhoog drukken. Deuren zijn dicht. Kijk. Hoppakee. Oh, nee. Ja, ik weet het alweer. Dat is dit ding. En ik weet ook dat er een of andere knop was of zo. Dan kon je zorgen dat hij gelijk is en dat hij gelijk op nul stond. Maar ik weet even niet meer welke dat nou was. Heeft iemand mij verteld hoor? Heb ik ook meerdere reacties gezien. Ik ga op allemaal knoppen rammen. Dus... Oh! Ja, de E. Ik heb hem. Top! Kijk, hè, dan hebben we dat ook weer gehad. Nou, we gaan onze rit verder voortzetten. We gaan eerst naar Geerdijk. En dan gaan wij zo meteen de rit verder voortzetten. Vandaag ook nog even geen comments hoor, jongens. Want ik vind, ja, ik weet niet. Het is een korte aflevering, zoals je misschien nog gezien hebt. Dus ja, om dan weer de comments te gaan doen. Ik denk dat we vast nog wel ergens een aflevering deze week hebben dat we kunnen doen. En jullie vinden het vaak ook wel leuk. Sowieso alle comments wil ik een keer behandelen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus laat ook gerust een leuke comment achter, zou ik zeggen. We gaan de snelheid er een beetje op gooien. Zo. En de scenario's van Edwin die zijn ook allemaal te downloaden zodra hij ze online zijn geweest. Dus mocht je ze nou nog niet op het treinpunt kunnen vinden...
Dat doet Edwin, die stuurt altijd eerst naar mij, dus dat gaat dan helemaal goed komen, denk ik zo. Zo. Nou, leuk moet ik zeggen. Tempo er een beetje op. Maar ik ga nog niet meteen vol tractie, want wij zijn inmiddels ook alweer bijna bij Geerdijk. Nou, en daarna zijn wij bij het volgende station. En dat is, even kijken, we gaan stoppen op Geerdijk, Vroomschoop, Daarleveen, Vriezenveen en eindpunt Almelo. Ja. En wat het leuke is aan deze week, we gaan echt op veel verschillende lijnen rijden, moet ik zeggen. Dit is de Zeeuwse lijn, dit is weer de Noordwest dingen. Hoe heet deze nou? Oost-Nederland of zo? Ik Geerdijk, nou goed. En ja, zo zitten we echt op een heleboel verschillende lijnen en dat is wel leuk, denk ik. En Edwin heeft er nog eentje ingestuurd, dat ligt er een beetje aan. Als de anderegene waar ik op zit te wachten op antwoord niet opdagen, dan ga ik de andere van Edwin ook gewoon spelen ergens aan het eind van de week. Ja, er heeft nergens in de spelregels gestaan dat je maar één scenario mag instellen. Tuurlijk, als je meerdere goede instuurt, ja, dan heb je kans dat ik die natuurlijk doe. Maar, zo dus. Zo. Beetje gas erbij. En laat het ook weten, jongens, of jullie vaak willen dat ik een Train Simulator week doe. Want je moet nagaan, ik ben er gewoon een compleet weekend aan bezig om dat allemaal op te nemen. En te editen en te monteren en te uploaden en alles voor jullie. Dus ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden deze week. Zo. Ik zat eigenlijk al, de dingen komen sneller achter elkaar dan ik had verwacht eigenlijk. Dus ik hoop dat ik hem ga halen. Ik denk het net niet. Oh, wacht even. Het is de tweede. Ik rij hier veel te weinig, jongens. Dan ga ik hem gewoon halen. Ik zal met de focus op die eerste. Ja, dit is echt, dit is een instinker, jongens. Dit is een instinker. Maar goed, we gaan hem halen. Niet zo'n hele mooie stop, maar dit zijn ook gelijk weer treinen, dan leer je daar weer eens mee rijden. Dat is net als gisteren. Dus dat is wel weer leuk op zich. Zo. Gaan we de passagiers in en uit laten stappen. Oké. Lekker geluid hè, jongens. Heerlijk. Heerlijk, ik hou van zo'n geluid. En hier is een spiegel ingeklapt en hier is die uitgeklapt. Dus dit is volgens mij een detail dat het deze zo moet inklappen automatisch. Gaan eens kijken of dat zo is. Want er waren bij meer treinen van Chris. Ja, zie je? Ja, dat is grappig. Goed. Daar gaat hij weer. Daar gaan we weer, jongens. En laat het weten, ik vind het tot nu toe echt een gaaf scenario. Maar ik ben natuurlijk door veel samenwerking met Edwin, dus dat heeft een beetje ja, een soort voorsprong, heel misschien. Maar even die ruitenwissers uitzetten, volgens mij is het alweer droog. Zo. En dan gaan wij zo meteen alweer de volgende stop doen naar het station Vroomschoop. Echt heel kort achter elkaar allemaal. Daarna hebben we Daarleveen, Vriezenveen, Almelo. Zo. Oké. Dan
gaan wij hier ons ook alweer langzaam gereed maken voor de stop. Ja, dit zijn allemaal stations, daar kom je niet iedere dag, Vroomschoten en zo. Ja, ik weet het niet, maar ik vind het wel leuk op zich. Ik hoop dat we zo nog een tegemoetkomende trein tegenkomen, maar ik denk het wel. Edwin Cannon, dan gaat hij er echt nog wel iets in gooien zo meteen. Zo. Ik heb het gevoel dat we hier zoiets tegen gaan komen, jongens. Maar we gaan het allemaal zien. Ik laat me gewoon verrassen weer dus. Dat vinden jullie ook altijd leuk om te zien. Dus dan gaan we eens even kijken. En mochten jullie trouwens nou willen dat ik... ja, dit is dan een Train Simulator Week. Maar zeg je nou van... Nou, Victor, ik ben ook wel fan van farming. Wil je ook eens een farming week doen? Nou, ik vind dat op zich nog niet zo'n slecht idee. Dus lijkt het je leuk dat ik dat een keertje doe? Dan moet je dat maar even hieronder achterlaten in de comments. Dan ga ik een keer ook een farming week doen. Dat gaat alleen wel meer werk zijn. Want er zit altijd heel veel editwerk in. Maar wellicht dat ik dat een keertje in een vakantie of zo kan doen. Volgens mij is dit ding iets van Utrecht, toch? Maar heel erg verlicht, moet ik zeggen. Beetje overbelicht, maar oké. Nee, ik vind het niet mooi zo licht hier. Nou, de deuren gaan alweer dicht. Jongens, we gaan vertrekken. Ah, wel makkelijk als je in een of ander klein dorp woont. Oh, wat erg ik me aan die lampen hier links, zeg. Niet normaal. Is wel lekker als je hier in zo'n dorp woont, dat je gewoon om de kilometer of om de 2 kilometer een station hebt, ja. Kijk, en als je deze mist, dan fiets je even snel naar de volgende en dan ben je er ook, weet je. Dus dat is wel weer makkelijk op zich. Zo. Ik vraag me echt af of we nog een tegemoetkomende trein tegen gaan komen, jongens. Ik ga eventjes meteen kijken. Ja, het zou me meer teleurstellen, Edwin, als je het niet zou doen. Laat het zo zeggen. Maar ik denk het wel. Hier staat nog een trein. Hier ook. Dus ik denk dat we nog wel iets tegen gaan komen. Maar het is een mooi kort ritje, dus je kan er natuurlijk ook niet al te veel in doen. Maar ik laat me weer gewoon zoals gewoonlijk verrassen door Edwin zijn scenario's. Zo. En dan gaan we weer het gas erop gooien. En dan gaan we door naar station Daarlerveen. Ja, dit is ook niet echt een aflevering om comments in te behandelen, jongens. Oké. Okay. Ja, ik ben ook eventjes wat stiller, want ik moet er natuurlijk ook al een beetje kunnen concentreren hier zo. Ik krijg je niet iedere dag, dus... Maar dat is ook wel eens lekker misschien. Gewoon eens een aflevering kijken naar, de dingen. Hier is ook weer zo'n tussenhammetje. Ah, dit is echt heel erg... verleidelijk om hem op die eerste al te stoppen, maar we letten goed op. Kijk, we gaan hier in één keer doorremmen, zo. Dit wordt de goede stop. We zijn warm gedraaid, jongens. Hoppakee. Zo ziet het er in de cabine uit. Ik vind dit er altijd nog steeds een beetje horrorachtig uitzien. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dit er altijd een beetje... creepy uitzien. Als je hier echt zo'n eng muziekje onder zou zetten, dan zou je echt denken dat het hier, dan is het echt eng, zeg maar. Nou, we kunnen alweer door naar de volgende aflevering, of naar de volgende dingen.
de volgende station aflevering van mij nou. Zo, daar gaan we weer. Op naar Vriezenveen. Het ene laatste station. En dan zijn we bij station Almelo. Misschien wel even leuk om een klein dingetje te maken van een afstand. Daar komt hij. Daar komt hij, de DH1 of 2. Ik zal het vast juist in de titel zetten natuurlijk. Heel mooi. Heel mooi. En ook echt te lang geleden dat we in deze trein gereden hebben, jongens. Oh, maar hier staat hem, jongens. Hier staat hij. Zie je? Extra trein. Wacht even, jongens. Ik zeg maar zo, beter laat dan nooit. Oh. Hé, dit is gaaf. Even kijken. Hij staat er niet bij, jongens. Nou, laten we hem maar uitzetten dan ook. Dan kan hij ook niet zo opvallen. En de ruitenwissers kunnen weer aan. Ja, wat is het slecht voor het milieu, hè, jongens, die dieseltreinen. Ho, 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 ho. Wat slecht zijn wij weer voor het milieu. Niet normaal. Zo. En de meeste mensen die hebben natuurlijk alweer bijna, hoe heet dat, voorjaarsvakantie of zoiets. Carnavalsvakantie, krokusvakantie, ik weet even niet hoe dat heet, ik zit niet meer op school, heet je, dus. Maar hebben jullie nog leuke plannen? Laat het maar weten. Misschien dat je zegt van nou, ik moet alle train simulators nog eens terugkijken, dat kan natuurlijk ook. Laat het maar weten. Ik heb nog geen vakantie, kan ik je vertellen. Misschien ook wel even leuk wat mijn plannen zijn. Ik heb totaal voor dit jaar 6 weken kan ik vrij nemen. Nou, de meeste mensen hebben 5 weken. Plus 2 dagen, dus in principe bijna 6,5 week. De meeste hebben maar 5 weken, maar ik heb gigantisch veel overuren staan. En ik ga de dag na Koningsdag, dat is een vrijdag, dan neem ik vrij. Dus dan ben ik in principe de donderdag ben ik betaald vrij. De vrijdag, mijn eigen vrije dag, dus ik heb in principe een lang weekend. En ergens een maand later is het weer zo'n feestdag. En in de zomer wil ik proberen, ik mag maar maximaal 3 weken, 2 keer 3 weken vrij te nemen. Dat lijkt me wel lekker, moet ik zeggen. Zo. Nou, deze trein remt wel heel snel, moet ik zeggen. Zo. Oh, gaan we het halen, gaan we het halen, gaan we het halen? Ja, tuurlijk gaan we het halen. Wij gaan het halen. Zo. En neem het me niet kwalijk, jongens, dan krijg je natuurlijk ook niet iedere dag in deze trein. Zo, dit is echt deze gast, die loopt erbij of dat hij een of andere brede torso heeft ofzo. Ja, en wie dit is, dat weten we natuurlijk allemaal, maar ik ga me inhouden vandaag. Ik ga me echt inhouden.
Het moet ook weer niet een gewoonte blijven, als iedere keer als ze zien. Zo. En dan gaan we dan nu door naar het eindpunt, station Almelo. En dan hebben we op zich een leuk scenario gehad. Vooral weer een hele originele trein waar niet heel veel scenario's meer zijn de laatste tijd. En dan heb ik er nog een van Edwin liggen. Dus ja, ik ga even kijken. Ik heb nu ik dit opneem een aantal mensen een berichtje gestuurd of ze kunnen zorgen dat hun scenario gaat werken. En anders ja, ga ik de tweede van Edwin ook doen. En die van mezelf komt nog een keertje. En ik ga vast nog wel, komt nog wel wat op het pad. Maar ik ben heel benieuwd in ieder geval. Zo. Oké. Gaan we dan naar Almelo. Almelo, dat is echt... Daar praten we, nee, ik kan dat niet zo goed nadoen, maar... Daar praten we een beetje door de neus, Almelo. Ik kan het... Nee, ik weet het niet. Ik ga het ook niet... niet ook geen poging... voor wagen, of zo. Ik sorry dat ik dat deed. Goed, en morgen dan zullen we weer een nieuw scenario hebben. En dan ga ik eens kijken of ik de comments wel kan behandelen. Ja, leuk. Ik moet zeggen, ik vind het apart. Iedere dag een video maken. Het is voor mij een tandje harder mijn best doen. Maar op zich, ik vind het wel leuk, moet ik zeggen. Moeten we vaker doen, jongens? Vinden jullie niet? Zo. En dan nog een 3 kilometer. Hier komen de sporen bij. En dat zijn die gasten hier naartoe. Jongens, pas op, hè. Tjonge, jonge, 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 jonge. En ik zit me nou eens eventjes te bedenken. Ben ik eigenlijk wel eens in Train Simulator op station Almelo geweest? Ja. Dan gaan we die brug over. Dus dat is heel lang geleden volgens mij. Maar... volgens mij ben ik er wel eens geweest. Gaan we die brug over, dacht ik. Even kijken of ik gelijk heb, hoor. Ja, zie je wel. Dat, ja, daar ben ik al eens geweest. Daar ben ik al eens geweest. Maar dat is maar één keer, volgens mij. Even kijken of dat, of dit het is. Ja, hier ben ik al eens een keertje geweest. Ja, maar één of twee keer, volgens mij. Maar niet zo heel veel. En toen had ik hier een thumbnail geschoten. Weten jullie het nog? Nou, wij komen bijna aan op station Almelo. Ik ga alvast even vertellen, vond je dit een leuk scenario? Dan kan je natuurlijk een duimpje omhoog doen. Dat zou ik super gaaf vinden. En degene die het scenario gemaakt heeft, die geeft je weer een stem om door te gaan naar, voor de winnaar, zeg maar. Ja, laat het maar weten. Vind je dit een gaaf scenario? Dan mag je een duimpje omhoog doen. En zeg je nou, ik vind er niks aan, dan hoef je het niet te doen. Maar zeg je nou van, nou, ik vind wel, ik gun het Edwin wel om te winnen. Dan kan je hem een duimpje geven. Kortom, dit scenario is gemaakt door Edwin Aerts en zal binnenkort ook te downloaden zijn op het treinpunt. Zo, dat was dat. Dan gaan wij afremmen naar de 40 km per uur. Anders gaan we straks weer met een gigantische snelheid de wissels over natuurlijk. Jullie kennen mij. Zo, ik weet niet eens of we een wissel over moeten. Ik denk het wel eigenlijk. Hier zo, heb ik het idee. Ja, zie je wel. Nog met 55, maar dat is beter dan met 80. Zo.
Ja, en er is hier van sporen, kan je in het midden stoppen of zo. Dat is die daar zo. Ik hoop dat we daar ook echt moeten stoppen, want dat vind ik wel heel gaaf, moet ik zeggen. Maar Edwin weet meestal wel wat ik gaaf vind, dus ik denk... Ja, en nu naar links. Ja, nu naar links. Ja hoor, Edwin, je bent echt mijn held. Oké, laat maar weten of jullie het ook een gaaf scenario vinden. Ik vond het in ieder geval een leuk scenario. Alleen ik bepaal het niet. Jij daar achter je computer, die bepaalt wat je van het scenario vindt. Dus vond je dit een geweldig scenario? Dan kan je een duimpje omhoog achterlaten. En degene met de meeste duimpjes, die wint natuurlijk. Nou, ik ga eventjes doorrijden dat de mensen echt overal droog staan ook. Lijkt me wel zo beleefd natuurlijk, als je een dak hebt. Ik moet zeggen, het is wel gaaf dat je met die trein echt hier naar binnen kan rijden. Ik vind het heel gaaf, moet ik zeggen. Nou goed, we gaan de trein hier stilzetten. Hoppakee. En dan... Kijk, dan staat hij hier alweer goed. Nou, en dan bedank ik je voor het kijken van deze aflevering van Train Simulator. Vond je het nou net als mij een te gekke aflevering? Geef dan zeker een duimpje omhoog. En dat doe je niet alleen voor mij, maar ook voor Edwin Aartsen die dit scenario gemaakt heeft. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuw scenario hier op Game Channel om 4 uur. En dan ga ik nog heel even wachten, want ik hoop dat ik hem natuurlijk goed afgesloten heb en afgerond heb. Maar dat kan eigenlijk niet meer misgaan. Dus ik bedank je voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!